Welkom bij de derde video van mijn miniserie genaamd Creatieve Start, waarbij ik in de maand januari iedere dag een illustratie heb gemaakt met behulp van een zelfbedachte begrippenlijst. Tijdens deze video gaan we werken aan de nummers 8, 9 en 10, dus mocht je de vorige twee video's nog niet hebben gezien, dan raad ik je zeker aan om die ook nog te kijken. Laat ik eerst even beginnen met een uitleg, want voor mijn gevoel moet ik eventjes mezelf naar jullie toe verantwoorden. Want toen ik deze challenge begon, was ik onwijs optimistisch en had ik zoals gewoonlijk het aantal uren gewoon een beetje heel erg overschat. Zo zei ik dat ik in het begin van deze challenge dat ik 2 video's per week ging uitbrengen, zodat jullie iedere keer maar een paar dagen achter zouden liggen met mijn werkelijke illustraties. En weet je, het was een superleuk en ambitieus idee, maar deze laatste paar weken ben ik erachter gekomen dat ik ook maar een mens ben, helaas. En aangezien ik niet de mogelijkheid heb om tijd te vertragen of dergelijke, heb ik gewoon echt uren te weinig gehad op de dag om en een illustratie te maken, een foto te maken, die te posten, ook nog eens een video te editen. En laten we het dan niet eens meerekenen dat ik gewoon nog dieren heb die ik moet verzorgen, een huishouden heb wat nu finaal op zijn kop is gaan liggen, en ik ook nog een sociaal leven heb. Ja, nou, niet echt in de maand januari blijkt. Maar het was gewoon echt even wat te veel. Dus lang verhaal kort, jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt. Maar die 2 video's per week zijn niet gelukt. En zelfs 1 video in de week was gewoon deze maand gewoon echt even te veel. Ik heb er ook echt eventjes vrede mee moeten nemen dat het gewoon eventjes niet ging. Iets wat ik onwijs lastig vind, want uitstellen voelt voor mij als opgeven en opgeven voelt als falen. Maar ik moet zeggen, toen ik eenmaal tegen mezelf echt heb gezegd van hey, je redt het niet even niet en dat is ook goed zo, toen is er echt gewoon 100 kilo van mijn schouders afgevallen. En dat heeft me toch wel echt heel erg goed gedaan. Dus dat betekent aan de andere kant dat er gewoon heel veel video's aan gaan komen in februari. En waarschijnlijk zelfs nog een klein beetje in maart. Maar dat gaan we niet zien als falen, maar gewoon als extra lang nagenieten. Het kan trouwens dus ook best zijn dat er komende tijd dus wat meer video's online zullen komen dan 1 per week. Maar ik heb geleerd van mijn fouten. Ik beloof niks en kijk gewoon eventjes hoe het gaat. Want ik merk dat ik nog steeds best wel een flinke naklap heb gehad van deze creatieve, maar drukke start van het jaar. En ik heb ook echt even de tijd nodig om daarvan te herstellen. Maar goed, nu hebben jullie in ieder geval een klein kijkje gekregen in mijn hoofd van de laatste paar weken. En dan hoef ik me hopelijk vanaf nu wat minder schuldig te voelen naar jullie toe. Als er trouwens een illustratie is die laat zien dat ik wat moeite begon te krijgen met time management, dan is het wel deze illustratie geworden van Word Zoet. Want dit is ook de eerste illustratie geweest waarbij ik een dag te laat ben geweest met uploaden. Maar dat laat gelukkig niet te min over het resultaat. Want jeetje, wat is deze leuk geworden. Ik heb deze volledige illustratie gemaakt met gouache. En ik heb dit keer alle kleuren zelf gemixt tot de juiste kleur. Iets wat ik deze maand sowieso echt veel meer heb geleerd en veel meer heb geoefend. Alles heeft wel over het algemeen trouwens 2 lagen verf gekregen om de dekking zo mooi en zo strak mogelijk te maken. En hierdoor voel ik ook daadwerkelijk een verschil op de rand tussen het papier en waar de verf begint. En ja, dat voelt best wel lekker. Ja, jullie weten nu onderhand wel dat ik het altijd gewoon lekker vind om dat soort dingen aan te raken. Ja, iedere gek zijn gebrek toch? Toen ik het woord zoet had bedacht, had ik in eerste instantie een hele andere illustratie in gedachten. Maar omdat ik die dag wat tijd tekort kwam, want ik kreeg heel gezellig bezoek, heb ik het bewust wat simpeler gehouden. Dus ik was aan het nadenken over zoet en over lekkere dingen. En natuurlijk dacht ik aan ijs. Want zoals jullie weten, ben ik gek op ijs. Kiezen tussen verschillende smaken ijs is iets wat ik ook echt heel erg lastig vind. Dus dat was hier natuurlijk ook het geval. Maar gelukkig hoefde ik dit keer niet te kiezen voor de smaak, maar voor de look en voor de kleuren. Dus ben ik uitgekomen op chocolade. Want ja,
chocolade. En daarbovenop heb ik mint chocolate chip gedaan. Een smaak die naar mijn idee veel te weinig verkrijgbaar is bij de ijsboer. En bovenop heb ik, geen aardbei, maar een soort donut glazuur smaak gedaan. Ja, ik hoor jullie al denken, Jasmin, dat klinkt helemaal niet lekker. En daar hebben jullie waarschijnlijk gelijk in. Maar ik wou gewoon heel graag een roze kleur ijs. En ik wou heel graag sprinkels. Dus ja, dan krijg je donut glazuur toch? 1 plus 1 staat gelijk aan donut glazuur met sprinkels. Ik ben trouwens ook onwijs benieuwd naar wat jullie favoriete smaak ijs is. Dus laat dat vooral eventjes weten in de reacties beneden. Persoonlijk hou ik heel erg van gevuld ijs. Dus gewoon dat er iets is. Dus denk aan deeg of koekjes, stukjes chocola. Iets in die richting. Dat het niet zo saai is, zeg maar. En sinds vorig jaar ongeveer ben ik gek op pistache-ijs. En niet zomaar pistache-ijs, maar eentje van een ijsboer die hier bij ons in de buurt ligt. En dat is in een dorpje genaamd Katsop. Dus mocht je ooit in Zuid-Limburg zijn en je wilt een lekker ijsje, dan zeker daar naartoe gaan. Ze hebben meerdere lekkere smaakjes, maar de pistache kan ik zeker aanraden. Maar goed, tada! Mijn illustratie bij dag 8, oftewel zoet. Nog steeds een van mijn meest favoriete illustraties van deze challenge. En mocht je nou een beetje honger hebben gekregen, sorry, niet sorry. Over favoriete illustraties gesproken, het leek mij leuk als ik na deze challenge jullie de mogelijkheid ga geven op mijn Instagram stories om te gaan stemmen op alle illustraties. Dus dat we een soort wedstrijdje gaan houden van welke illustraties uiteindelijk de meeste aantal stemmen gaat krijgen. Dus mocht je dat een leuk spelletje vinden, houd dan sowieso mijn Instagram stories in de gaten, want daar gaan we in de maand februari lekker mee aan de slag. Oh, en over spelletjes gesproken. Ja, ik heb mijn bruggetjes. We komen aan op de 9e prompt van deze challenge en dat is het woord spel. En net zoals bij de vorige illustratie en straks trouwens ook zelfs bij de volgende, had ik voor dit woord in eerste instantie een heel ander beeld in gedachten. Maar toen ik de avond ervoor wat inspiratie aan het opzoeken was, kreeg ik opeens een bordspel in gedachten. En zelfs dat bordspel was in eerste instantie anders in mijn hoofd dan het daadwerkelijk is geworden op papier. Want ik vond mezelf gemixte mintgroene kleur zo goed gelukt en zo mooi. En ik had ook best nog wel veel verf ervan over. Dat ik het zonde vond om daar niks mee te gaan doen. Dus heb ik daar vervolgens mijn idee een beetje op aangepast. Een mooie contrasterende kleur bij deze mintgroene kleur was naar mijn idee rood. En bij rood denk ik aan aardbeien. En opeens heb ik een bordspelletje gemaakt in aardbeienthema. En net zoals dat de vorige illustratie een kleine knipoog was naar een van mijn video's van afgelopen jaar. Shoutout als je weet over welke video ik het heb. Was dit bordspel ook een kleine knipoog naar vorig jaar. Want afgelopen zomer heb ik een illustratie gemaakt genaamd Strawberry Fields. Wat volledig een aardbeienthema was. En nog steeds denk ik een van de leukste dingen die ik vorig jaar heb gemaakt als je het mij vraagt. Trouwens ook de eerste illustratie waar ik heb gespeeld met waterverf en kleurpotlood samen. Iets wat jullie deze maand wat vaker terug gaan zien komen. Zowel Wouter als iemand op Instagram zeiden dat deze illustratie hun deed denken aan een spel Slangen en Ladders. Een spel waar ik hiervoor echt oprecht nog nooit van heb gehoord. Maar ik heb het zojuist opgezocht en ja, het lijkt qua vorm wel een beetje erop. Ik heb dat spel dus ook nog nooit gespeeld. Dus mocht jij het een keertje hebben gespeeld, laat dan vooral eventjes weten wat jij ervan vond. Ik heb namelijk de basisvormen voor deze illustratie heb ik overgenomen van een website waar je royaltyvrije afbeeldingen kunt gebruiken. Heel fijn als je namelijk even niet meer weet waar je moet beginnen. En op die manier kun je nooit met rechten of wat dan ook in de problemen raken. Vooral als je het voor je werk doet of op social media zet of zo, is dat wel altijd heel erg fijn. Over het algemeen zijn er namelijk drie websites die ik voornamelijk gebruik. En dat zijn Pixabay, Pexels en Freepik. Die laatste is op zijn Nederlands een beetje ongelukkig qua naam. Maar geloof me, het is een hele fijne website om een kijkje op te nemen als je even koos inspiratieloos voelt.
Zelf ben ik trouwens ook nooit echt iemand geweest die iets precies natekent van een afbeelding. Maar wat ik wel regelmatig doe, is elementen van verschillende afbeeldingen gebruiken die ik leuk vind. Die voeg ik vervolgens samen om daar dan wat nieuws van te maken. En zo kwam ook de vorm van het groene looppad van één afbeelding. En het idee van de ladders kwam weer van een hele andere afbeelding. En zo heb ik het eigenlijk een beetje samen gepuzzeld. Omdat ik het een arbeidthema wou doen, leek het me leuk om op de achtergrond een picknickpatroon te maken. En dat heb ik gedaan met waterverf, omdat je met waterverf heel mooi die transparantie kunt opbouwen. En met zo'n patroon is dat ideaal, want dan heb je sommige vakken waar maar één laag verf op zit en weer andere vakjes waar twee lagen verf op zit. En zo krijg je eigenlijk vanzelf al een beetje dat ruitjespatroon. De rest heb ik voornamelijk gedaan met gouache en een heel klein beetje met kleurpotlood en een witte Posca stift. Het combineren van verschillende mediums bij elkaar is iets wat ik voorheen al heel erg leuk vond om te doen, maar niet zo heel vaak deed. Maar deze maand is het toch wel een kleine obsessie geworden. Want hoewel ik geen restricties voor mezelf had qua mediums deze maand en ik echt wat verschillende dingen heb geprobeerd en heb gebruikt, gebruik ik deze maand toch voornamelijk waterverf, gouache en kleurpotloden. En dan ook het liefst eigenlijk alle drie samen in één illustratie. Al vind ik gouache los en dan aan de andere kant waterverf met kleurpotloden samen ook echt heel erg mooi. Vooral in de volgende video gaan jullie dat heel erg zien. En heb ik, denk ik, een van de tofste illustraties gemaakt die ik ooit heb gemaakt. Dus ook deze challenge, maar ook gewoon ooit. Maar dat zien jullie in de volgende video. En hoewel dit bordspel niet een van de mooiste dingen is die ik heb gemaakt deze maand, heb ik bij deze illustratie wel een van de gemakkelijkste verhaaltjes kunnen bedenken in mijn hoofd. Of nee, niet echt een verhaal, maar ik heb wel de grote lijnen qua spelregels van dit spel een beetje uitgedacht. Zo is het doel om zo snel mogelijk bij de finish te komen, terwijl je ook zoveel mogelijk aardbeien moet verdienen. Het verdienen van de aardbeien doe je door middel van opdrachtkaartjes. Nee, die heb ik niet geschilderd, maar in mijn hoofd horen die gewoon erbij. Zo'n stapeltje kaartjes ergens. Misschien ook met zo'n zandlopertje met bijpassende kleuren. Dat zou heel erg schattig zijn. En met die aardbeien kun je vervolgens producten en recepten maken die nog meer punten opleveren. Geen idee of dat in werkelijkheid zou werken. Ik zal vast wel iets vergeten qua speltechnisch. Maar in mijn hoofd is het echt een heel erg leuk spelletje. En zeg nou zelf, als een bordspel er zo uit zou zien, zou ik wel heel erg schattig vinden. Ik zou hem kopen. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste illustratie van deze video, namelijk nummer 10, oftewel winter. En ja, ook hier had ik in eerste instantie iets heel anders in gedachten. Of nee, ik had eigenlijk niks hierbij in gedachten. Want toen ik bezig was met het samenstellen van de lijst met woorden voor deze challenge, heb ik grotendeels wel zelf woorden bedacht. Maar op een gegeven moment zat ik een beetje vast. Dan heb ik wat advies gevraagd op de Yazzard Discord. Mocht jij nou trouwens 18 jaar of ouder zijn en gezellig bij ons clubje willen op de Yazzard Discord, stuur me dan gerust een berichtje en dan krijg je van mij trouwens een invite link. En op die Discord hoorde ik het woord winter een paar keer langskomen. Dus ik dacht, laat ik die dan toch maar toevoegen. Er is trouwens ook iets misgegaan bij het samenstellen van de lijst. Want ik kan zweren dat ik een aantal woorden per se in die lijst wil hebben. En die staan er uiteindelijk niet in. Geen idee wat daarmee is gebeurd. Dus misschien dat ik die woorden meeneem naar volgend jaar. Ja, jullie horen me goed. Wellicht dat ik dit volgend jaar weer wil doen. Maar dan wordt het niet 31 dagen. Want hoe fantastisch deze challenge ook is. En hoeveel het me ook goed heeft gebracht. De stress die ik deze maand heb ervaren. Heeft echt 10 jaar van mijn leven gekost. Maar goed, ik ga niet te veel op de feiten vooruitlopen. Vooral aangezien ik nog steeds aan het herstellen ben van deze challenge. Alvast trouwens wel een kleine spoiler. Misschien dat ik iets ga doen in de zomer.
Maar dan wordt het gewoon eentje in de week. Maar, dus dat is misschien ook wat leuk voor ons allemaal samen. Maar daar horen jullie dan tegen die tijd meer over. Zoals jullie weten ben ik deze challenge begonnen om een aantal redenen. Zo wou ik heel graag mijn portfolio gaan vergroten, want dat was echt nodig. En ik wou niet alleen maar jassers zijn van die galaxies. Ik wou laten zien dat ik veel meer kon maken dan dat ik vaak liet zien op internet. Maar ik wou mezelf ook gewoon heel graag uitdagen om nieuwe dingen te maken. En dingen ook te maken waar ik me nog een beetje onzeker over voel. En een van de dingen waar ik dus ook wat onzeker over ben, is nou eenmaal het tekenen van karaktertjes. Zowel mensen als dieren. Dus toen ik een afbeelding tegenkwam van twee knuffelende penguins, wist ik gewoon dat ik daar wat mee moest gaan doen. En omdat ik zin had in een klein beetje afwisseling, leek het me leuk om een keer een ander medium te gebruiken. Dus heb ik mijn Posca-stifter erbij gepakt voor het inkleuren. De kleurcombinatie oranje-blauw is zo'n kleurcombinatie wat ik vroeger nooit mooi vond samen. Maar de laatste jaren heeft het toch wel een plekje gekregen in mijn hart. En vooral zo met dat diepe zwart erbij. Ja, ik hou ervan. Het fijne ook van het werken met Posca-stiften is dat dit echt zoveel sneller gaat dan alles wat ik tot nu toe had gemaakt. Dat was ook eventjes een verrassing voor mij. Over het algemeen heb ik over alle andere illustraties ongeveer 4 uur gedaan over het inkleuren. Ongeveer 3 tot 5 uur. Sommige waren wat sneller, sommige waren wat langer. Maar deze heb ik echt, ik denk, in een uurtje ingekleurd. Het ging echt super snel. Het is echt een heel groot verschil qua medium. Waar ik trouwens ook achter kwam, en dat wist ik hiervoor echt niet, is dat je ook een soort waterverf effect kunt krijgen met Posca stiften, zoals ik heb gedaan met de achtergrond. Zo kun je, als je snel bent, de verf een beetje verdunnen direct op het papier waar je werkt, of je kleurt op een ander stuk papier en pakt vervolgens die verf op met een natte penseel. Het is dan wel belangrijk dat je heel snel te werk gaat als je dat wil doen, want deze verf droogt wel vrij snel op, maar het kan dus wel en ik vond het een erg leuk effect. En voordat je het weet heb je een hele schattige illustratie van twee knuffelende penguins die elkaar lekker warm houden. En zeg nou zelf, dan word je zelf toch ook gewoon lekker warm van. Dat waren in ieder geval de illustraties van dag 8, 9 en 10 van mijn 31 dagen challenge Creatieve Start. Ik hoop dat je die video leuk vond. Zo ja, geef deze video dan een like en dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Tot ziens!